Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Ernst, heb jij mijn skate? Bobby, het is niet zo netjes om zo hard te schreeuwen. Oh, Ernst, kun je mijn skates even meenemen? Ja, dat is goed. Ernst, het is niet netjes om zo hard te schreeuwen. Kun je niet gewoon zeggen, ik heb ze gevonden? Oh. Ernst, het is zwart met wit en het heeft 16 wielen. Een zebra met rollerskates. De boink. Oh, de boink. De boink. Oh. Dit is Bianca Drukwerk met de circusberichten. Alle postertjes van het circus zijn gestolen. Nu er geen reclame gemaakt kan worden, kan de voorstelling van vanavond misschien niet doorgaan. Hoor je dat, Bobby? Postertjes gestolen. Laten we kijken wat er aan de hand is. Ernst, ik wil niet gaan kijken wat er aan de hand is. Ik wil gaan skaten in de stad. Ernst, waar ga je nou naartoe? We gingen toch skaten? We gaan helemaal niet skaten. Er zijn postertjes gestolen. Misschien kunnen wij wel helpen met het vangen van die boeven. Ernst, wat maakt het nou uit, een paar van die posters? Bobby, door die postertjes weet iedereen dat er een circus is. Als je geen posters hebt, dan komt er ook niemand. Ernst, en als er niemand komt, dan kunnen wij lekker gaan skaten. Maar weet je wat wel een beetje raar is? Huh? Waarom steelt een boef postertjes? Ernst, boeven stelen van alles. Ik ken zelfs boeven die struiken stelen. Struiken? Ja, struikrovers. Kom. Hey, Bobby. Moet je kijken. Hallo, agent. Wat is hier aan de hand? Op deze plaats is een zak met posters gestolen. We hebben bij de sporen die we hebben gevonden overal nummertjes bijgezet. Een heel precies klusje. Nou, ik heb het even schoongemaakt. Het stond allemaal van die bordjes met die nummertjes en dat lint. Ach, zo kunnen jullie je werk toch niet doen? Kijk eens, alsjeblieft. Mijn moeder dan weer eens vandoor gaan. Tot ziens. Bobby, je stuurt dat hele politieonderzoek in de war. Ah, Ernst, zo'n onderzoek dat stelt toch allemaal niet zoveel voor, joh. Hier, moet je kijken. Ik heb die zak met posters al gevonden. Daar staat hij. Gitsie, Ernst, wat stinken die posters. Bobby, dit is de vuile was van het circus. Die laten we mooi hier liggen. Zo, kom mee. Hallo, circusdirecteurtje. Hier zijn Ernst en Bobby. Circusdirecteurtje? Zeg maar meneer, als u tegen me praat. Oké, hallo, circusdirecteurtje. Hier zijn meneer Ernst en meneer Bobby. Met je dikke wangen. Met je dikke wangen? Ernst, zoiets zeg je niet tegen mij. Een circusdirecteur verdient respect. Ja, maar dat was ik niet. Dat was die papegaai. Ja, alsof mijn lieve Hendrika kan praten. Hè? Zeg dan eens wat, lievertje. Doedeltje van me. Zeg dan dvd-speler. Zeg dan driewieler. Nou ja, hoe dan ook. Ik heb helemaal geen tijd voor jullie. Ik ben op zoek naar een circuszak. En dan weet de politie tenminste waar ze dan moeten zoeken. Het politieonderzoek is in volle gang. Maar ja, het loopt nog niet zo goed dat ik heb begrepen. Maar wat komen jullie doen? Nou, het... Ik vertel het. Ah! Hahaha! Hebbes! Nou! Wij komen vragen of we kunnen helpen met het vangen van die boeven van die postertjes. Boeven vangen? Dat is een taak van de politie. Nee, er moet reclame gemaakt worden, anders is er vanavond geen voorstelling. Weet je wat, dan gaan we gewoon skaten. Ja. Niks skaten. Jullie gaan reclame maken. Wij? Ja, jullie. Wij helpen wel, meneer de circusdirecteur. Met je scheve hoed. Met je scheve hoed? Ernst, hebben wij het niet gehad over respect? Ja. Ja, ik wil er helemaal niks meer over horen. Opgehoppeld nu. Dan kunnen jullie de hele middag nog reclame maken. Wegwezen! Ja, 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 ja.
Nou, wat zijn die lelijke jongen dan? Ernst, Bobby en de rest! Circus in de stad! Tot ziens! Ernst, waarom schreeuw je zo? Dat is niet zo netjes, hè? Bobby, dat is nou reclame maken. Dan weet iedereen dat er een circus is. Ik weet niet of ik reclame maken wel zo leuk vind. Ik had ook veel liever die boeven willen vangen, maar ja... Circus in de stad! Komt dat zien! Komt dat zien! Circus in de stad! Komt dat zien! Hé, hey Ernst, een briefje. Misschien is het een spoor van de boeven. Laat mij eens. Zo. Oh, ik kan alleen nog het laatste stukje lezen. Eiland. 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 Nee, dat lijkt me niks, Bobby. Ernst, ik denk dat de boeven dit briefje verloren hebben. Wel, nee. Het is een aanwijzing dat de boeven op een eiland zitten, Ernst. Ik ga de aanwijzing aan de agent laten zien. Bobby, dat lijkt me... Wat doen jullie nou weer? Meneer de circusdirecteur, we hebben een spoor van de boeven gevonden. Een spoor van de boeven gevonden? Wat is dat nou voor onzin? Jullie moeten reclame maken, anders is er geen voorstelling. Hupsakee, wegwezen met die sandwichborden en reclame maken. Reclame! Het is ongelooflijk. Alleen vandaag één voor de prijs van twee. Nu betalen, volgend jaar pas ophalen met een mooie doek. Hiervan gaan je wangen glimmen. Hiervan wordt je buik heel strak. Je hoeft er alleen maar op te drukken. En je krijgt het lekkerste gebak. Hierdoor slaap je stukken sneller. Hier glimt je auto echt jaren van. De beugels die hier wel echt lekker. Het is gezond als je lekker trillen kan. Nee, oh nee, het is maar reclame. Mooie pannen die hier staan. Die bakken echt never nooit meer aan, Bobby. Spuit dit spul maar in je mond. En je tanden en je lippen worden weer gezond. Nee, oh nee, het is maar reclame. Nee, oh nee, het is maar reclame. Op de tv. Het is maar reclame. Nee, oh nee, het is maar reclame. Nu, bruine boterhammen die zichzelf smeren. Circus in de stad! En als we de hele stad nog door moeten, dan ben ik vanavond veel te moe om nog te skaten. Circus in de stad! Vergeet dat skaten nou maar. We moeten echt sneller. Hoe sneller we gaan, hoe meer reclame we maken. Circus in de stad! Hey Ernst, ik heb een idee. Daar hebben we toch helemaal geen tijd voor. Circus in de stad! Ernst! Je zei het zelf. Hoe sneller we gaan, hoe meer reclame we kunnen maken. Perfect idee. Circus in de stad. Komt dat zien. Circus in de stad. Komt dat zien. Circus in de stad. Circus in de stad. Komt dat zien. Bobby, moet je kijken. Waseiland. Is wassen dan Ernst? Nee, denk nou toch eens na. Was. Eiland. Was. Eiland. Natuurlijk, dat was natuurlijk vroeger een eiland. Daar zie je ook niks meer van, hè? Je snapt het niet. Kijk, dit is dat afgescheurde briefje wat we daarnet hebben gevonden. Dat zijn precies dezelfde letters als op dit briefje staat. Ik denk dat op het hele briefje was
eiland stond. Toevallig, Ernst? Nee, dat is niet toevallig. Die boef van die postertjes, die zit daar misschien wel binnen. Kom op, dat de reclamemaker kan wachten. Wij gaan naar binnen, we gaan die boef vangen. Kom op. Nou, Ernst, ik denk dat als die boef hier zit, dat hij in ieder geval schone kleren heeft. We moeten goed nadenken, Bobby. Als die boef hier inderdaad zit, wat gaat hij dan doen met die zak met postertjes? Nou, ik denk... Laat me even nadenken. Die boef die gaat met die zak postertjes... Een auto uitladen. Een auto uitladen. Waar slaat dat nou weer op, een auto uitladen? Dat is die zak met postertjes. Kom! Kom, naar boven. Dat gaat niet. Ernst, doe je bord af, je skates uit. We moeten die boef vangen. Kan niet. Ernst, de circusdirecteur vindt het niet erg als we even geen reclame maken. Wat nou? Ik heb hoogtevrees. Gaat het? Ik vind het eng. Ah, Ernst, kom op. Hier, loop maar. Loop maar. Wat hoog! Ernst, weet je wat? Dan moet je gewoon niet naar beneden kijken. Kijk een beetje zo. Hier, en geniet nou eens van het uitzicht. Moet je kijken. Oh, daar. Kijk, kijk, kijk. En de kerk met de bomen, Ernst. En het circus aan die kant. Oh, mooi. Ja, en de molen. De molen. Mooi. Ernst? Mooi. Ernst, waar ben je nou? Help! Help! Ja, Ernst, ik heb je gevonden. Wel een goed plekje, zeg. Hey. Help! Ernst, jij wilde toch zo graag boeven vangen? Kom dan! Help me dan hier vandaan, help me dan! Kom op, Ernst, je billen erop. Bing eroverheen. Kom dan, die boef, die boef, die boef! Ja, wat dacht u dan dat erin zou zitten? Ja, in deze zak moet de vuile was zitten. Van het circus. Vuile was? Ik werk bij Wasseret, het waseiland. En ik moet hier de vuile was ophalen. Maar de vuile was, die staat nog naast de circustent. U heeft de verkeerde zak meegenomen. Oh. Mannen, jullie zijn dus hier. Meneer de circusdirecteur, wij kunnen echt alles uitleggen. Ja, we wilden eigenlijk alleen maar eventjes... Fantastisch. Alle postertjes zijn weer terug en er is nog nooit zo goed reclame gemaakt. Wat een briljant idee om de postertjes op deze manier over de stad te verspreiden. Lang leven het circus! Precies wat je zegt, Ernst. Lang leven het circus! Ik was er niet even, waar was ik? Moet je kijken, denk ik. Kom naar het circus! Ernst, Bobby en de rest.